hoe goed het ook met je gaat. Ik denk dat haptonomie je altijd wel iets kan brengen, zeg maar. Dus ik ben niet direct een mens die heel erg makkelijk het binnenste van me laat zien. Ik zeg, ik ben niet zo van de masseren en van aan mijn lijf zitten of wat dan ook. Want dat is een soort barrière die je inbouwt. En... Kijk, ik voelde zeker al wel veel, alleen ik was er nooit zo heel erg bewust van. En dat heb ik wel heel erg met mijn haptotherapeut. Die zit, die is gewoon echt zichzelf. Dus als ze tegenover me zit, is ze zichzelf. En op het moment dat ze twijfelt, benoemt ze dat ook. Het hoeft niet perfect te zijn. So I think on the first day of haptotherapy, when my therapist said, look, that little boy that you're talking about is you. You need to realize that consolation is to your own self. It's okay. Als ik er vandaan kwam, dan had ik een idee dat ik weer over de berg kom. Aan de andere kant, het zette me ook tot denken. Eigenlijk het belangrijkste vond ik dat je ook leert vertrouwen op dat jouw gevoel ook gewoon goed is. En dat je daarvoor mag gaan staan. En ja, dat je daar gewoon vooruit mag komen. Ik denk dat dat een hele grote meerwaarde is in ook je lijf laten spreken en niet alleen je hoofd. Maar dat echt ook samenvoegen, want dat is wel heel belangrijk. Haptotherapy gave me, as I said, you know, to summarize, gave me that silhouette of who I am that I did not have the idea of before. Haptotherapy geeft je echt wel een vorm van balans en rust en plekjes in je leven. En geloof me, ik ben een hele nuchtere Groninger. Ik ben daar echt een voorbeeld van. Want je lichaam vertelt je heel veel en daarnaar te luisteren, dat is heel waardevol, denk ik.